Zaterdag zendt TV Limburg de handbaltopper Hasselt Tongeren live uit. Vanaf iets voor 8:30 s'avonds is dat. De wedstrijd is beslissend voor de titel. Inicia Hasselt of United Tongeren, één van beide is zaterdag de nieuwe kampioen van België. Het gaat om de derde wedstrijd van de titelfinale. De Bellen, zoals het in het handbal heet, vindt plaats in de Alverberg in Hasselt. Maar is dus ook rechtstreeks te zien op TVL. De voorbije twee titelwedstrijden zorgden al voor het nodige spektakel. Inicia Hasselt won de eerste wedstrijd in Tongeren met 22-24. Inicia lag dus op koers om de week erop haar 14e titel in eigen huis te pakken. Ik wil hier een titel halen en dat is voor mij mijn enige doelstelling. Ik ben titelgeil, ja, goed gezegd. En die wil ik halen. Zover gaan we het niet laten komen. We gaan het gewoon in twee wedstrijden afmaken. Ook vorige week in de tweede wedstrijd zijn beide teams aan elkaar gewaagd. Wanneer Hasselt in de tweede helft 5 doelpunten uitloopt, maakt de Alverberg zich op voor het derde titelfeest op rij. Maar dat is buiten een bijzonder weerbaar Tongeren gerekend. De Tongenaren buigen de achterstand om in een 24-28 overwinning. Beide teams hebben zo één wedstrijd gewonnen. Dan hebben we vandaag getoond op het einde dat we rustiger bleven als hun. We hebben onze kansen afgemaakt. En dan win je zo'n wedstrijd met 4 goal verschil, dus dat is geweldig. Vorige week winnen wij het op een verstandige manier. Vandaag maakt Tongeren het ons heel moeilijk en dan winnen zij vrij vlot. Dus volgende week gaat gewoon details gaan de wedstrijd beslissen wie kampioen wordt of niet. Zaterdag valt in de Alverberg hoe dan ook de beslissing. Voor Inicia Hasselt kan het bovendien een historische avond worden. Want voor de wedstrijd van de mannen kunnen ook de dames kampioen spelen tegen Vizé. Handbalspecialist Tom Kums is er komen bijzitten. Ja, Tom, waarom is dit nu zo'n belangrijke wedstrijd? Wel, je hebt het net gehoord, het is de Bellen. Dat is de beslissende wedstrijd. Dus dat wil zeggen dat we zaterdag hoe dan ook een kampioen moeten krijgen. Dat wil dus ook zeggen dat er verlengingen kunnen zijn, dat er eventueel zelfs strafworpen aan te pas kunnen komen. Het is bijzonder spannend. De ene keer is Hasselt kampioen, de andere keer Tongeren. Dus het is echt iets om naar uit te kijken. Ja, ze staan beide al jaren aan de top van het Belgische handbal. Wat is nu zo typisch voor beide ploegen? Ja. Inicia Hasselt is een club met de meeste landstitels ook. Kunnen de 14e titel al pakken. En hebben eigenlijk heel veel jongens uit de eigen streek, heel veel Hasselaren ook. Dat is een ploeg die al jaren samenspeelt. Er zijn jongens bij die van dat ze gestart zijn met handballen eigenlijk al samen in hetzelfde team spelen. Dat is eigenlijk een gouden generatie, zeg maar. Die al 2 jaar op rij kampioen zijn gespeeld, kunnen het 3e jaar op rij kampioen worden. Zijn eigenlijk de favorieten. Anderzijds Tongeren, gecoacht door Jos Schouterde. Die ken je zelf ook wel. Een ervaren coach in het handbal is er toch in geslaagd om van Tongeren een goed geheel te maken. En Tongeren, je ziet het, afgelopen weekend komen winnen in Hasselt. Dus het is een dubbeltje op zijn kant. Ja, twee topteams hier in Limburg. Ik neem aan dat het tussen de twee een gezonde concurrentie is. Ja, zeker. Het zijn zeker geen vrienden. Als je ziet, de titels van de voorbije jaren. Als je kijkt, Hasselt en Tongeren hebben die netjes onder elkaar verdeeld. Allebei 3 keer kampioen gespeeld. Ze gunnen elkaar heel weinig. En bovendien, ze hebben dit jaar nauwelijks ze hebben allebei geen prijs gepakt. Dus in de Benelux zijn ze uitgeschakeld. In de Beker van België heeft Tongeren de finale verloren. Dus ze moeten ook allebei deze prijs pakken. En dat maakt het natuurlijk extra spannend. Ja, en dan de hamvraag natuurlijk. Tom, voor jou als kenner, wie wordt het zaterdag? Wie wordt die kampioen van België? Wel, ik dacht net zoals iedereen afgelopen zaterdag dat het Inicia Hasselt wel zou worden. Ze zaten in een riante uitgangspositie. Maar dan heeft Tongeren toch wel de hele handbalwereld eigenlijk verrast door zo sterk terug te komen. Dus ik durf er mijn hand niet voor in het vuur te steken. Ik durf het niet te zeggen. Het is 50-50, maar ik zou zeggen zeker kijken zaterdagavond. En dan... Ja, inderdaad. Zeker kijken zaterdagavond. En wat staat er precies te gebeuren? Kan je al meer zeggen over die uitzending zaterdag? Ja, we beginnen om iets voor 8:30 beginnen we. Met een korte voorbeschouwing op die wedstrijd. En dan gaan we natuurlijk de actie helemaal live volgen totdat we een kampioen hebben. Opnieuw een Limburgse kampioen in het handbal. Met jouw deskundig commentaar, Tom Kums. Hartelijk dank. Absoluut.